Yo, yo, yo mensen, mijn naam is Ashley en dit is Jordi. En super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Let's try it! Hoezo is dit lekker? Damn! Ja mensen, dit is een heel andere vlog dan dat jullie of video gewend zijn. Vandaag is het tijd om de welgekende zuurstroming te proberen. Heb ik er veel zin in? Nee. Heb jij er veel zin in? Nee. Echt niet. Maar we hebben hier het blikje. Zoals je kunt zien, prachtig toch? Ja, we hebben wel geen blikopener. Dus we hebben een mes bij en we hebben een soort nagelknipperachtig iets bij. Wat heb jij bij voor deze blik te openen? Een mes en een schaar van in het ziekenhuis eigenlijk. Allee, mensen van het ziekenhuis gebruiken. En hoe kom je daaraan? Dat weet ik niet meer. Dat weet je niet meer, oké. Ja. Maar dat boeit helemaal niet mensen. Maar ja, we gaan de zuurstroming proberen. Maar ik heb deze zuurstroming niet gekocht. Nee. Deze video is eigenlijk een samenwerking met PressTube. Ik zou zeggen, hem zeker eventjes volgen op Instagram, op TikTok. En op zijn YouTube kanaal, ja, want deze guy is echt wel insane. Ja, he's pretty good in wat hij doet. Ja, ga dat gewoon even checken. Hij heeft zo'n shredder en hij zegt er allemaal dingen in. Hij werkt met lava of zo. Ga hem zeker eventjes volgen, dat is een zwaar chill. Hij heeft mij dit opgestuurd naar huis, wat echt wel mega chill is. Echt wel, ik ben hem daar dankbaar voor. Want door hem kan ik deze video maken. Maar ja, ik heb er tot aan zin in. Maar ik doe het voor jullie. En ook omdat het misschien een leuke ervaring is en Jordi heeft er ook wel keiveel zin in, zoals je ziet. Ja. Ja, live. Nee. Maar oké, Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Dus ik zou zeggen, pak dan vast iets om te eten. Nee, niet doen, want anders gaat mee kotsen. Of iets om te drinken, een waterje mag wel. En veel kijkplezier mensen. Oké, we gaan dit nu open doen. Zoals je gaat zien, Jordi gaat dat proberen openen. Waarschijnlijk gaat het ook zo spletsen of zo. Maar dat maakt helemaal niet uit. En hoe wilt je dat ik dat open doe? Ja, hoe zou je dat open doen? En als het te lang duurt, zien jullie gewoon wanneer dat het open is. Dus okay. Dan denk ik voor zo gewoon zo. Ik heb verse kleren. Hoor. Ik heb echt het gevoel dat dat mij gaat spletsen. Hè, gewoon. Ik heb ook dat gevoel. Ik ben even in het shot. Nee, niet aan. Nee? Denk het niet. Ik probeer een zachtjes een klein gaatje te maken. Hé! Hey! Hoe ruik ik dat? Ik ruik nog niet echt iets. Oh my god, dat splatste gewoon. Nee. Wat? Ruik. Oh. Wat een geur is dat, man? What the fuck voor geur is dat? Dat kwam echt zo. Hey, moet je dat iets recht gaan? Nee. Doe dat niet. Rekker. Oh, what the fuck, wat voor geur dat er daaruit komt. Het ziet er wel smakelijk uit. Rek een keer. Oh. Ik zelf. Moet je niet dat als ik daar of bij scheten, man? Wat je dus? Je moet al opkrijgen. In beeld blijven. Wat een geur! Wow, dat stinkt. Containerpark. Oh, maar nee, dat stinkt erger. Kijk, die vliegen komen al. Wow, deze geur is niet normaal, mensen. Wow, ik doe even mijn neus toe. Die geur is niet normaal. Wow. Oh. Hoezo stinkt dat zo neig? Dan ga ik niet eens meer naar vis. Oh. Oh, die zuurstroming, dat is... Heb je daar echt geen zin in? Nee. Maar toch moet je het doen. Terecht. Oh. Maar, ik had niet gedacht dat zo neig ging stinken. What the fuck? Bro, maar hoezo stinkt dat zo? Huh? Hoezo kan dat? Wij moeten aan die geur gewend geraken. Dat gaat niet lukken. Moet jij daar geen gewend aan?
Hé, hey, maar waarom ga ik dat daar kakken, man? Ik weet niet, die vissen zitten daar in te scheten. Zijn die vissen nog leeg? Ik raak hij gewoon uit de geur. Ik ruik dat eigenlijk niet. Maar kijk, die vliegen komen al, dus hij weet al hoe gelijk dat dat stinkt. Dat is mijn eten. Oh nee, dat, nee, dus die geur is niet normaal. En Jordi, hoe ruikt het? Lekker. Het ruikt zo naar rozetjes. Hé, hey, nee, maar dus die geur is niet normaal, mensen. En dacht dat mijn scheet soms stinkt, man. Ik ook. Wat een geur, dat is niet normaal. Prestjup, bedankt voor dit op te sturen. Dat is echt wel vriendelijk bedankt. En we gaan proberen ervan te eten. Maar, oh man, allez, hoe komt dat? Kijk, die vliegen wel daarvan eten, hè? Die, kijk, al die vliegen. We hebben er nu drie vliegen. Nee, ik heb anders. Oh maar nee, komt dat? Wat komt dat? Weet je, het is alsof dat het in mijn neus. Oh, ik ga overgeven. Roba, die geur is daarbij gericht, hè? Je weet dat toch? Ik zit er al zwaar in. Oef. Ik had dat niet kunnen eten. Je moet dat eten. Oh. Al je food combo's, maar dat niet. Oh, ik eet echt nog liever gewoon. Ik drink nog liever een liter azijn omdat ik dat moet eten. Oh. Ik ben blij dat ik dit buiten doe. Oh nee, dat is niet gezond. Dit is niet gezond, mensen. Oh, maar has, allee. Wacht. Hoe kan je daar zo rustig onder blijven? Je moet wel. Oh, die geur alleen, jong, kom aan. Even mijn t-shirt voor mijn neus doen. Oh my god. Zoals je ziet, mensen, we proberen het open te krijgen met een schaartje. Dat is niet normaal, dat is echt waar. Dus, maar ik vind wel dat je dat een keer moet proberen. Ja, mijn neus is weer toe. Oh nee, oh gast, alleen. Wat? Die geur alleen man. Wat doet deze kaart? Al die vliegen, check dat, hoe voor die zuurstroming. Oh, ik zweet verdoet. Ik ook. Oh, het is alsof ik zit in basic fit, man. Echt waar, dat is geen zever. Maar dat die geur wat je doet, ik word er een beetje dizzy van. Maar alleen, die geur blijft gewoon. Ik ga gewoon opentrekken. Waarom ziet dat? Dat ziet er wel nog zo uit. Ja, dat ziet er nog lekker uit. Ik zou er nog kunnen eten. Oké, mensen, ik ga close-up maken met mijn gsm. Want dit moeten jullie zien, dit is crazy. Hoe dat daaruit ziet. Al die vliegen, al die vliegen. Of de lezer. Al die vliegen, al die vliegen. Goh, ik ben geen stront of zo, hè. Al die vliegen, dit is niet normaal. Al die. Hé, hey, maar dat ziet er zo nasty eigenlijk wel lekker uit. Die? Zo nasty lekker uit. Ja, wacht. Dat kan. Dus mensen, jullie gaan nu zien hoe dat eruit ziet. Ziet er weer lekker uit. Oké, mensen, dit is de zuurstroming zoals je ziet. Ziet er echt wel nasty uit eigenlijk wel. Oh nee. Oh. Oké, eigenlijk. Zijn daar graten in? Ik weet dat niet. Ja, het zit daar graten in. Oeh, nee. Oké, ja. Zijn je er klaar voor, Jordi? Nee. Want ik? Nee, niet echt. Ik ben er niet klaar voor. Oh, maar die geur. Sorry, maar ik kan dat niet handelen. Waar moeten we dan smijten, zebiet? Eet. Ik eten? We gaan elke stuk nemen. We gaan zo een stuk nemen aan een bord leggen. Dus pakt jij een stukje? Oh, die. Waarom ik eerst? Jij hebt die mooie gelegd voor u. Ik moet nog in die sap zitten. Mag ik wel die westkeer gebruiken? Nee. Oké, maar de geur, hoe dat ik het zou beschrijven, is gewoon erger of containerpak. Als je zo Ivaro kar, durf je dat niet pakken? Nee. Hoezo die? Is gelijk, dat leeft nog. Dat leeft nog. Bro. Ja, mensen. Oh nee, hey, dat leeft. Hey, wat die vervin, die vervin. Die vervin. Die vervin. Ja, die moet dan ook kunnen zwemmen daarin. Dat voelt wel nog lekker aan. Stel je als we dat lekker vinden, wat dan? Hé, hey, maar hij heeft nog een staart, hij heeft nog een staart. Ik denk zelf dat dat nog lekker zou kunnen zijn. Oké, okay. Maar de geur, hoe zou hij dat beschrijven? Ik ga een keer... Hoe zou hij dat beschrijven? Dat is gelijk een aquarium dat je te lang hebt laten staan en totaal niet hebt uitgekeust. Bro, hij zit daar zo mild nog in, hoe komt dat?
Ik zou het zo beschrijven als er een auto, zo'n Ivaro car voorbij komt, zo'n containerauto. En dat is van GFT of zo, restafval. Ik weet niet wat, maar al die sappen in die vuilbak zakken en zo. Zo ruikt dat ongeveer. Dat is nog mijn wat kak opsmeten of zo. Ik weet dat klinkt heel nasty, maar ik kan het anders niet beschrijven. Oh man, die geur. Ja, ik moet dat proeven. Maar waarom ben ik daar gewend? Dan krijg ik al die vliegen. Dat is niet normaal. Oké. Pakt jij je stukje? Ik pak mijn stukje. Dat zit me daar gaten in. Ja, maar dat maakt niet uit. Gewoon in je mond steken. Ik ook niet. Oh my god, dat voelt goed aan. Je moet gewoon beter. Dat voelt satisfying aan. Oké, pakt jij je stukje? Ik pak mijn stukje. Oh, maar die geur is zo. Oké, maar kijk hoe dat eruit ziet, mensen. Dat is crazy. Kijk, dat lijkt gewoon op een echte vis. Ja, het is vis. Oké, wow, crazy. De moment is aangebroken om dit te proberen. Ik heb er totaal nogmaals geen zin in. Maar wat ik zoals altijd zei, is let's try it. Ja mensen, we zijn eens gaan vissen. Ik heb een vis gevangen, zoals je ziet. Hey. Haring. Hé, hey, maar die vlieg, wat is je probleem? Als dat lekker is, zou ik dat opeten, zie. Zee? Ja. Bro, als je dat lekker vindt, ga nog eentje eten. Maar dat is als het lekker is. Oké, kom. Oké. Oh, nee, wesp. Wesp. Ik dacht dan die daar niet naartoe is. Ik wist dat niet. Oké, mensen, er komen er echt wel heel veel vliegen naartoe en heel veel wespen. Het is tijd om dit te eten. Ik denk dat. Oh nee, ik heb er geen zin aan. Deze guy heeft er ook wel cola bij. Oh man, nee, dit. Oh, ruik de kraan. Oké. Ik overgeef, ik voel dat. Ben je er klaar voor? Oké. We gaan dit dus eten. Hier heb je de vis. Zo, let's try it. Oh nee, dat ziet er echt nasty uit. Wow, wat ziet dat eruit van binnen? Zo nasty dit. Oké. Oké. Kom maar, we moeten eten. We moeten eten. Oké, 3, 2, dus let's go. 1, yo, oké. Dat is dat veel. Ik kan niet rekken. Oh die. Ah, ik moet wenen. Ik ook. Ik heb het been al zo. Ik heb proeven, fuck it. Mensen, ik heb ook een close-up. Oké, dit is mijn tour. Oké, let's go. Mensen, eet smakelijk. Oh, tegen je lip, tegen je tanden zijn. Oh, zo is die dit, oké. Ik ga een sandwich checken, ik ga een hap nemen, ik ga erop knabbelen. Nee. Jawel. Nee. Maar ik ga mijn neus niet openzetten. Mensen, ik ga mijn neus toe en daarna ga ik mijn neus proberen openzetten. Oké. 3, 2. Oh nee. Oh, ik durf niet, mensen. 3, 2, 1. Probeer. Nee man. Jawel. Wat moet ik doen? Knabbelen.
Ja, broer, kijk, hoe was dat thuis? Kijk, dat... Let's try it. Broer, pak ze deftig op, man. Kijk naar mij op. Ik wil wat ook proberen. Ik heb genoeg. Nee, dat komt nog een keer. Kom aan. Let's go, nog een keer, Jordi. Mag helemaal van weten. Oh, zo nestig dit, mensen. Dit is niet gezond. We gaan maken, mensen. Dit wordt opeens voor de mensen. Dit lekker. Mag helemaal van het tweede. De smaak is gewoon 20.000 keer erger of anchovies. Let's try it. Allee, doe maar. Goed. Ja, ja. Ik klap. Hij steekt weer stukken in, bro. Kijk naar mij, bro. Wacht, mensen. Mensen, zo'n scotje. Ik ga dat eerst goed vasthouden. Kijk, een groot stuk dek in mijn mond gaan steken. 3. Kijk hier, Jordi. Ik wil dat dan zien. Kijk. Ik ben echt savage, mensen. Ik kan ook geen mond steken. Ik blijf daar, ik zweet voor dood. Kijk. Stiekem even in dat lekker. Oh, ik zweet voor dood. Ik kan dat niet. Je stukje was gelijk wel beter of het mijne. Dit is echt heel lekker, mensen. Wat moet ik zeggen? Hé, maar er is zo'n stukje tussen mijn tanden. Dat is echt kotsenboek, kan je gelijk wel niet van doen. Het is gelijk niet zo slecht. Ja, al die vliegen. Die hoort niet van. Ik ga door opnemen. Jij ook? Nee. Jawel. Nee. Slik eentje in. Nee. Ik ga... Oké, ik ga eentje inslikken. Eentje. Moet ik doen? Ja. Mensen, ik doe dat voor jullie. Kijk, laat hem elkaar gaan zien. Kijk, ik ga ik ga nog stuk eten, denk ik. Moet ik doen? Ik ga echt niet.
Okay. De smaak bleef in mijn mond. Ik weet het. Oh, ik ga niet meer doodlessen. Oh. Ik heb een stukje volledig gegeten. Moet stoppen. Ja. Zo mensen, ik zie dus net dat ik een outro ben vergeten. Ik kon die outro gewoon niet meer maken omdat ik me zo slecht voelde. Echt, de challenge was fucked up, maar wat nog leuk om te doen. Maar hebben jullie genoten van deze video? Vergeet dan zeker niet de blauw duimpje in de lucht te doen. Hieronder heb je een balken waar dat er in rood staat. Abonneren, klik daar zeker even op. Dan behoor je bij de Ashley Squad en dat is gewoon mega nice. Daarnaast heb je een notificatiebelletje. Klik daar zeker even op als je niets wilt missen van video's of vlogs. En wat ik zoals altijd ga zeggen... Vooraleer ik dat ga zeggen is, volg eventjes Jordi op zijn Instagram en zijn TikTok kanaal. Linkjes zijn in de beschrijving. En wat ik zoals altijd ga zeggen mensen, dat is tot de volgende video of vlog later.